Goedenavond. En welkom bij Zonde van de Zendtijd. Maar eerst, voor we beginnen, er is slecht nieuws. Ja, de VRT is aan het besparen, dat weet iedereen. En dat heeft nu ook gevolgen voor ons budget. Ja, ons geld is op. Deze aflevering en de volgende savan nog, maar voor de laatste over 2 weken, ja, het is op. Nee, maar we zijn al een tijdje aan het rondkijken om geld in te zamelen. En toen zagen we ineens dit. Ja, dat is een meisje, Nathalie heet die, en die verkoopt haar maagdelijkheid via het internet. Voor 2,3 miljoen euro ondertussen. Ja, dat kan tellen. Ja, dat is genoeg voor de opvoeding van een eventueel kind dat eruit komt. Beste mensen, dit gaan wij ook doen. Ja, wij bieden onszelf te koop aan op eBay. Voor 1 nachtje. Ja, of voor Valentijn. Als je, Kijk, voilà, hier ziet je het. Hè. Dus vanaf nu... kunnen bieden. Ja. En dat kan ook via de website van Canvas, je komt er wel terecht. Ja, het is geen grap, echt doen, hè. Serieus. Serieus. Ja. Iedereen weet dat je reclame niet altijd serieus moet nemen. Ja, maar sommige bedrijven moeten toch eens geconfronteerd worden met wat ze beloven in reclames. Allee, neem nu Thomas Cook. Kijk, je ziet hier het reclametje, een advertentie. Schoon kostuum aan, maar onder de tafel een zwembroek, teenslippers, een zwembadje erbij. Die advertentie wil ons dus doen geloven dat werken bij Thomas Cook zo plezant is dat je het gevoel hebt om op vakantie te zijn. Allee, dat zijn we toch eens gaan checken. Is dat goed? Want we hadden de advertentie gezien. Dus we hebben onze tenue aangedaan. Is er nog een bureau vrij? En wat gaat jij zo allemaal kunnen doen? Alles hebben we. Zullen we vervangen, hè? Vervang jij die een mens. En het badje kunnen wij er water van halen? Dat is voor de voetjes, hè? Ja. Maar dus je neemt dus op en zegt hallo met Thomas Cook. En dan... ja. Goedemorgen, Thomas Cook. Goedemorgen. Dus, hoe kan ik u helpen? Dus om 11 uur is het voor jullie nog morgen. Dus zeg, lukt dat met dat water daar eigenlijk? Ik ben aan het zoeken. Maar hier is wel een... wat dan? Een duikbril en zo. Ah, oké. Okay. Dus we hebben hier, je hebt hier wel een outfit. Zwembriezen, dus, moet ik met zwembriezen gaan? Ja. Ik zou dat aan doen, want uiteindelijk, als de hoofdbureau dat ziet... Als je gewoon in kostuum zit, ik denk dat ze dat niet tof gaan. Ja, voilà. Ja. Ah, wel, je moet zien dat je interieur wat aanpast. Ja. Ja, en wat moet ik dan doen met dat zwembadje? Je voetjes. Voetjes in zijn hand, staat erop. Zoals op de foto. Zo werd het als Thomas Cook. Ja, precies. En het water erin doen? Ja, het water erin. Dus het is een beetje plat. Allee, dat is Thomas Cook, zeg. De sfeer. Cool. En tot de volgende, hè, Bert. Dag. Je zou zo denken, het geheim van een goede quiz, dat zit hem in de spelregels. Ja, bij Woestijnvis zijn ze echt jaren bezig geweest om de Pappenheimers en de slimste mens te bedenken. En blokken bijvoorbeeld, dat is ook niet toevallig zo'n succes. Nee, Ben Krabbe zal het niet liggen. Hè? Nee. Een goede quiz is helder, logisch en voor iedereen duidelijk. Allee, ja, dat zou je toch denken. Kunt je de regels van blokken nog een keer kort uitleggen? Nee, hoor. Oei. Nee, niet echt, nee. Is dat niet zo? En, nee, ja, het jawel, het is tegen elkaar, maar ze beginnen... Nee. De eerste ronde moet je gewoon 1 rij hebben. En de tweede ronde... dan verandert het samen. Is dat de finale? Nee, nog niet. Nee. Nee. Controleert je dat, of dat klopt? Ik kan er niet zoveel mee bezig met dat te controleren. Dat is gewoon een feit, spel zelf. Heb er weinig ook de vrouw te antwoorden? Nee, eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Je kijkt er gewoon naar. Raar, hè? Dus al die mensen die naar blokken kijken, kunnen niet eens de spelregels uitleggen. Nee, uitleggen? Erger nog, de spelregels kan die mensen geen zak schelen. Nee, dus dat wil zeggen dat je een quiz kunt maken, een goede quiz, met verrassende vragen, met spanning, met humor. Maar zonder al die vervelende spelregels. Welkom bij Streetwise. Uw naam is? Katrien. En uw naam? Chloe. Dat klopt, 1-1. Maar 2 punten meer voor Katrien, want zij was sneller. 2-1 is de stand. Hoe lang duurt het vooraleer de eerste van jullie afdrukt? Is dat 1 seconde? 2 seconden. 1 seconde is het foute antwoord. Het was 1,5 seconden.
Goed, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Dit is de tweede ronde. En de tweede ronde, die slaan we over. Zoals je ziet, alles is mogelijk. Wat horen we? Samba, samba. Dit is de samba-ronde. Oké, wat een ommekeer. Dit is de samba-ronde. Ze zijn omgekeerd van plaats, dus de punten worden ook omgekeerd. Goed, de joker. Zet een van jullie de joker in. Daarmee kunnen de punten verdubbeld worden. Ja. Zet de punten in. Dat is zeer joviaal van u. En daarmee verdubbelt u de punten van Anthony. Ja, maar Anthony stond op 0. Dus dubbel 0 is nog altijd 0, Anthony. Wat een spel. Tijd voor het rad. En dat is de letter K. Durft u het aan om 5 hamstertjes met de vlakke hand dood te slaan? Nee. Dat is het correcte antwoord, want ze durft het inderdaad niet aan. Goed zo. De volgende vraag is een oefening op uithouding. Hoe lang houdt u het vol om niet op de knop te drukken? U heeft 5 seconden. De tijd loopt. Jeffrey, 1 seconde, is dat uw definitief antwoord? 2 seconden, nee, jammer, het was 1 seconde, Jeffrey. Oei, wat horen wij? Dat is de anti-aanbakpan, dit is de anti-aanbakpan ronde en dat is een afvalronde. En dat is Katrien, jammer, want u had net de meeste punten. Toch bedankt, Katrien, u was een heel fijne kandidaat. Maar nu gaan we over naar de finale. In de finale neemt de kandidaat het op tegen de klok. Anouk, ben je er klaar voor? Ja. Oké, vanaf nu. Gewoon luid op associëren. Gewoon beginnen praten. Associëren. Let niet op de klok. Niet zenuwachtig worden. Ik weet de vraag niet. Je weet het. Dat is het signaal. Jammer, Philippe. Was een heel fijne kandidaat. Chloe, bedankt. En tot volgende week in Streetwise. Dat gaat perfect, hè? En we hebben nog meer tips voor quizmakers. Ja, tip 1. Heel belangrijk bij een quiz is het kennismakingsgesprek. Wie zijn uw kandidaten, waar zijn ze woonachtig en waar zijn ze werkzaam? En wat je daarbij zeker niet mocht doen, is uw kandidaten direct confronteren met het feit dat ze een abnormaal gezinsleven hebben. Niet doen. Getrouwd en kinderen en van die dingen? Ik ben niet meer getrouwd. En getrouwd en kinderen? Samenwonend. Zou ook net als hem samen 4 kinderen. Allee. 2 van mij, 2 van mijn vriendin. Getrouwd en kinderen? Echt gescheiden voor de tweede maal. Alleen samen, mama? Getrouwd geweest. Getrouwd en kinderen? Nee. Een lief? Nee. Ook niet? Nee. En als je als quizmaster onverwacht geconfronteerd wordt met de echte miserie van uw kandidaat, ga daar niet op in. Nee, doe alsof er niks aan de hand is. En blijf lachen, lachen. Geef mij het woord. Achteruitkijkspiegel. Ja, Yvonne! Wat ga je ermee doen? Ik ben gehandicapt en ik heb mijn traplicht moeten laten zetten. Perfect, Yvonne. Bedankt. Tot morgen. En probeer uw quiz gewoon positief af te sluiten. Ga er daarbij niet van uit dat de kandidaten die het tof vonden u ook nog eens terug willen zien. En vond je het leuk om te spelen? Ja, zeker. Nog eens terugkomen? Ik denk het niet. Nee, ik zou heel graag, maar mijn baas wil met mijn werk zijn. Nee. Ik kan niet terugkomen. Geen mogelijkheid? Nee, ik heb een vergadering. Ah ja, dan gaat dat niet gaan. Pas op, dat zijn allemaal toevallig stukjes uit de VTM-quiz Puzzeltijd. Dat is echt toevallig. Ja, Puzzeltijd heeft alles wat een goede quiz nodig heeft. Spanning, toffe spelletjes, sympathieke presentatoren. Ja, maar ze halen niet echt hoge kijkcijfers. Nee, en het probleem zit hem daar bij de kandidaten. De kandidaten zijn een beetje, wauw, zou ik het zeggen, Henk? Saai. Ja, saai. Inderdaad. Saai, ja. Kijk zelf maar. Kijk. Hey, alles goed? Dat gaat wel. Wat wil je allemaal vertellen over jezelf? Ik ben Dimitri. Ja. En dat ik ben 31 jaar. Oké. Zit in een wandelfederatie. Ik heb niet echt hobby's, maar om mijn tijd te vullen kook ik graag. Een beetje een keukenprinses dan zo. Wat? Kan ik er zo een keer wandelen of zo? Zeg, wat zou je gaan doen met 2500 euro? Geen flauw idee. 130 voor Pascal. 240 voor Pascal. Maar naar de halve finale deze namiddag gaat Paul met 325 punten.
Mark. Enthousiasme. Wat een enthousiasme, inderdaad. Wat een enthousiasme. Ja. Kijk, als je dat vergelijkt met de toffe kandidaten uit de Pappenheimers. Man, dat is toch een hemelsbreed verschil. Ja, maar bij de Pappenheimers hebben ze een strenge selectie. Ja, Tom Leenaerts heeft het ooit eens uitgelegd bij de laatste show. Ja. Kijk. Gewoon kijken. We hebben weer 13 afleveringen, dus 39 onbekende duo's die zorgvuldig geselecteerd zijn. En wat moeten die zijn? Mooi, slim of sympathiek? Bij voorkeur alle drie. Maar nee, ze moeten, het criterium is eigenlijk, wil ik er graag met een autorit naar het zuiden van Frankrijk doorstaan? Ah, voilà, dat is de truc. Hè? Tom Leenaerts neemt al zijn kandidaten mee naar het zuiden van Frankrijk om te kijken of het geen saaie mensen zijn. Dat zou voor puzzeltijd dan toch ook moeten werken, dachten wij. Hallo. Hey, hallo. Welkom bij de puzzeltijdselectie. Hey, hallo. Zeg, iedereen heeft toch zijn boterhammetjes bij, hè? Nieuw restaurant of wat? Ja, nee. Crisis of wat? Ja, waarschijnlijk. Zeg, ken jij die ene van de kikker? Dus er komt een Moroccan met een kikker op zijn schouder. Ja, dat is en, goed, de deur mag dicht, hè. Dan moet ik achterin. Achterin hem. Achterin. Goedemorgen en welkom allemaal op de selectie van Puzzeltijd. Ik heb hier niet genoeg plaats voor mijn benen. Hey, zie, ik heb hier internet. Mobiel internet, dus draadloos aan dwars tot Australië, dat werkt tegenwoordig. Hè. Maar je moet daarvoor de dingen. En net zijn ID instellen. En net zijn ID als een broadcast niet meer. En ik ben 4 weken te vroeg geboren. Zo'n schouderpijn van. En die schouderpijn kreeg een koppijn. Dat is enorm aan pijn. Kijk, dat is dan niet mijn nootjes, want ik ben allergisch aan nootjes. Hè? Nee, het is zonder nootjes. Oh, dan is het goed. Ik ga op reis en ik neem mee een scheerapparaatverpakking. S-C-H. S-A-L-U-T. Salut! Ik denk dat je nu wel veel kans maakt. Hè? Ja, denk je. Ik denk het wel. Echt, dat is Tom Leenaerts. Echt? Ja, die is ook al inderdaad aan het testen. Heb jij hobby's? Nee. Een hele bus mensen en dus niet één toffe, plezante puzzeltijdkandidaat. Niet één, zeg. Dag Henk. Dag Vicky. Hoi. Vertel eens Henk, wat doe jij zo van hobby's? Ik speel muziek. Muziek? Ja, en welk instrument? Actief. Ik speel actief blokfluit. Kijk, ik zei, ik heb de begintune van Puzzeltijd speciaal voor jullie ingestudeerd. Dus ja. Nee, maar ik heb het echt ingestudeerd. Doe maar rustig. Dat is echt de zenuw. Oké, okay, leg het opzij en probeer het straks nog eens. Maar ik heb ook nog een geluksbrenger mee. Dat is voor u, want je zult het nodig hebben. Oh, ongelooflijk. Een beetje een intimidatie. Ja, inderdaad. Dus, Henk, ik wens jou veel succes. Dank u, dank u. Succes. Henk. Henk. Oh nee, je zat een vlieg. Sorry. Justine, nee. Dat is niet goed. Nee, oh. Dat wil zeggen dat we een voorlopige tussenstand hebben. Henk staat jammer genoeg nog altijd op 15 punten. Ik vind dat goed, 15. Oké, maar Tamara, net iets meer, 280 punten. Voor u speciaal de jongens, 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 ongelooflijk. Henk? Tupperware pot. T-O-N-A-A-T. Ah, oké. Ik kon helemaal niet volgen. Henk. Hemelpoort. P-R-O-D-U-C-T.
Ja, ja, ja. Je maakt het ingewikkeld, maar dat maakt het heel erg leuk. Dat is plezant. Ja, het is... Dat is echt lachen. Dat wil zeggen dat we ondertussen de eindstand hebben. 110 punten voor Henk. En? 515 punten voor Thomas. Proficiat. Dat is zo goed, man. Ik voelde het. Dat was nek aan nek. Van in het begin en ineens schiet die weg. Dat is ongelooflijk. Wel, je kan sowieso nog verder oefenen thuis. En dan moet je volgende keer nog maar eens terugkomen. Ja, mag ik terugkomen? Je mag van mij terugkomen. Je hebt echt wel probleem om goede kandidaten te vinden. Nee, absoluut niet, hoor. TV mag controversieel zijn, maar sommige programma's gaan te ver. Ja, allee, weet je het niet? Ze maken ons gewoon heel erg boos. Dat boos maken. Dat het onfatsoenlijk wordt. Het stuit ons tegen de borst. Het maakt ons boos. Er zijn grenzen. Niet dat wij lange tenen hebben, absoluut niet. Maar het absolute dieptepunt op dat vlak is toch AstroContact op VTM. Ja, je moet daar naar bellen. Als je veel geluk hebt, nemen ze op. Ja. En dan kun je je toekomst laten voorspellen. Ja, maar dat kost geld. Veel geld, hè? Een hele goede morgen. Welkom bij AstroContact. En ik zou voorstellen om nu al te bellen om bij de eerste bellers te zijn. Wat denkt u? Ik schud ondertussen mijn kaartjes. Deze oproep zal u 2 euro kosten. Goedemorgen. Welkom bij AstroContact. Het spirituele tv-programma dat iedere werkdag live op VTM wordt uitgezonden. Wij gaan nu kijken of u de volgende gast kunt zijn in de uitzending. Jammer. U bent niet geselecteerd om direct in de uitzending te komen. Kom, nog eens. Jammer. U bent niet geselecteerd. Jammer. Jammer. U bent... Ondertussen. Hè? Bijna. Goedemorgen. Goedemorgen. Jammer. U bent niet geselecteerd. Jammer. Jammer. U bent niet geselecteerd. De hoop niet opgeven, want ik heb zoiets van, het kan altijd veranderen en u weet nooit dat het nu aan uw beurt is. Jammer. 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 Goedemorgen. Wij gaan nu kijken of u de volgende gast kunt zijn in de uitzending. Proficiat. Ja. Maar over enkele ogenblikken uw vraag live in de uitzending stellen. €288. Man, oké, maar op dat moment, dan zit je ineens live in de uitzending. Ja. En wat vraagt hem dan? Oh. Ja. Goedemorgen. Hallo, met Frederik. Dag Frederik. Hallo. Mijn moeder is vorige maand overleden. Oh. Ja, dus we hebben haar gevonden in haar bad. En ten haar nagedachtenis hebben we met het geld van de erfenis in onze tuin een mooi zwembad aangelegd. Ja. Maar dat ligt niet allemaal. Van die vieze groene schimmel in. Gaat die nog weggaan? En u lacht daarmee. Liever. Ik ga gewoon één kaartje voor u leggen. En hier is van, reinig uw eigen ruimte. Probeer een keer uw eigen ruimte te reinigen. Maar ik heb het gevoel dat je met foute dingen bezig bent. Dus dat zwembad moet gereinigd worden. Nee. Ik heb niet het gevoel dat het daarover gaat. Ah, nee. Oké, okay? Dat zal wel binnenkomen bij u. Ja, okay? Via de post of... Nee. U zult wel zien. Oké, ja. Oké, bedankt voor het bellen. Dank u. Reinig je eigen ruimte. Goeie tip voor €288. Ja, maar we hebben nog zo'n programma's. Hè? Het zesde zintuig met Johan Terijn. Ja, dat is een soort idool voor helderzienden. Kijk, de meningen over dat programma die waren verdeeld. Hè? Je had mensen die echt onder de indruk waren. Hè? Die zeiden van, amai, die paragnosten die hebben echt een zesde zintuig. Hè? En andere mensen die er toch niet echt in geloofden. Die dachten van, ja, dat zijn techniekjes, dat is sfeerschepperij. Ja, maar ja, wat is het nu? Als het alleen maar een kwesties van techniekjes, ja, dan kan ik dat ook leren. En effectief, ik ben een boek gaan kopen waarin uitgelegd wordt hoe je de mensen hun gedachten kunt lezen. Die boeken bestaan, echt. Ja. En toen Bert dacht dat hij er klaar voor was, heb ik mensen uitgenodigd in een studio hier op de VRT. Heeft die mensen gezegd dat Canvas zogezegd een paranormaal programma wilde maken waarin ze zouden worden gelezen? Hè? Door het medium Gabriel.
Ik ben Gabriel. Het concept is... Je zet op dit blad een punt. Eén puntje. Eén blad? Ja. En dat schema gaat erover. En dat is dan het beginpunt van de reding. Je bent iemand met veel veerkracht, hard aan het werk, druk ook. Die ook werk ziet, die dingen aanpakt en verantwoordelijkheid neemt. Misschien wel wat te veel stress, voorzichtig zijn met stress. Je komt uit een gezinssituatie vroeger die niet helemaal stereotyp was. Of niet echt het model dat de mensen kennen. Is er een klok kapot thuis? Dat is al een tijdje alleen, ja. Zie thuis de klok die niet meer werkt. Een sleutel die je niet meer gebruikt. Er is wel een persoon waar het mee botst, die heel dicht bij u staat, die je wat tegenwerkt. Ik zie u iets dragen van iemand die overleden is. Van ja, de overledene. Allee, ik zie u iets dragen van iemand die overleden is. Dat is mijn moeder. Sommige doelen die je stelt zijn niet realistisch. Mm-hmm. Sommige doelen die je hebt zijn niet realistisch. Het durft al wel eens te snel gaan. Hoewel dat je in het verleden al een paar keer iets gedaan hebt waarvan de mensen ook wel stonden te kijken of zo, dat ze iets bereikt hebben. Ja, dan ga ik het daarbij laten. Dank je wel. Dus ja, ik heb een beschrijving gegeven volgens de regels van de kunst, die min of meer voor iedereen van toepassing kan zijn. Maar ja, is dat genoeg om de indruk te wekken dat ik echt een zesde zintuig heb? Ja, we hebben het die mensen gewoon vlak af gevraagd. Ja, Brandon. Jo. Wat een indruk heeft Gabriel op u gemaakt? Allee, hij kwam hier zitten, dat was heel raar. En het bewoog zo. Er bibberde niet rondom. Hij is wel schokkerig. Hij is schokkerig, maar het was niet alleen dat. Er was echt een soort... Ma. Het was heel raar. Echt heel raar. Als je dat zo zou horen als buitenstaander, dan zeg je, ja, dat kan tegen iedereen gezegd worden, maar klopt dan allemaal. Dus, Heeft hij u verbaasd? Op sommige vlakken wel, toch, ja. Toch een paar dingen dat je zegt dat je kan plaatsen. Ja, er zaten waarheden in. Ja, toch wel, ja. Mocht je Gabriel punten moeten geven op 10, hoeveel zou je dan krijgen van mij? Ik krijg van mij een 7. 7. 7 op 10. Ik zou hem een 6 geven. Een 6. Ik denk toch een 8. Van mij mag jij wel een 8 krijgen. Een 8? Want, ja, zeker. Dat is een heel mooi score. Zeker, want alles wat hij zegt is waar. Mm-hmm. Hij gaat zitten en je hebt zoiets van, yo. De eerste keer dat ik onder de ring roep. Twee keer 7 een 6 en twee keer 8 op 10. Kijk, die mensen waren dus echt overtuigd dat Bert de zesde zintuig had. En als het dan toch zo makkelijk is, ja, dan zou het stom zijn om daar niet heel veel geld uit te slaan. Goedemiddag. Ja, dus ik ben verliefd op iemand en ik weet niet of die verliefd is op mij. Ja, hoe kan ik dat weten? Dat moet aan hem vragen. Is dit de allereerste keer dat u belt? Ja. Oei, dan bent u veel te snel binnengeraakt. En u wil dus weten of uw man nu nog terug naar huis komt. Oh nee, dat gaat niet gaan. Dat gaat echt niet lukken. Nou, zeg, dat gaat niet gaan. Zeg, wat is dat met u? Sinds dat jij een nieuwe job hebt, kom dat jij niet meer af? Ma, ik ben aan het werken nu. Weegschaal? Nee, helaas. Dat was niet het sterrenbeeld wat wij zochten. Je hebt de groentjes van onze pa, hè? Zeg, wanneer kom jij dat stoofvlees halen? Nee, ik zie geen toekomst meer voor u. Toch niet in dezelfde sector. Dag, meneer de Terme. Zeg, heb je het al gehoord van dat Janine? Die hebben een golden retriever gekocht. Ma! Choupi noemen ze hem, gelijk in van vlees en bloed. Heb je dat al gezien? En ik ben een steenbok. Ah, geboren eind januari? Nee, ik ben een steenbok. Mee. Henk, alstublieft. Ik voel dat er iets op mij afkomt. Dit was Zonde van de Zendtijd. En vergeet niet te bieden op een nachtje met Bert. Met Henk. Dat kan via de website of via eBay. Tot volgende week.